In Geleen vond op zondag 6 augustus het 25e oldtimer treffen plaats. Initiator en organisator is Ad Hogeboom met een heel team om hem heen. Ad, hoeveel auto's hebben we vandaag in Geleen? Nou, er zijn meer dan 110 auto's die hebben ingeschreven en betaald hebben. Dat telt voor ons. Maar er komen ook nog steeds mensen binnen die ook nog inschrijven willen meedoen. Dat zijn we heel tevreden mee. Ik heb begrepen dat het misschien de laatste keer is. Ja, nou, voor mij is het de laatste keer dat ik het organiseer. En de voorzitter heeft ook aangegeven de laatste keer. Maar inmiddels hebben zich gelukkig een aantal partijen aangemeld die eventueel interesse hebben om het volgend jaar dat te organiseren. Dus waarschijnlijk, althans, er is een kans dat het toch doorgaat volgend jaar. Wat bracht jou tot de organisatie van dit festijn? Nou, ik was een oldtimer liefhebber. Ik heb onder andere uit Engeland een oldtimer meegebracht. En in 1997 kwam hier een stichting, omdat er wat geld was vrijgekomen, omdat de nieuwbouw op de markt niet was doorgegaan. En daardoor daarvan werden een aantal evenementen georganiseerd. Kon je voor inschrijven. En dat hebben we gedaan en zo is het begonnen. En wat was het hoogtepunt? Ja, ik heb geen apart hoogtepunt, maar eigenlijk vorig jaar was wel een van de drukste. Toen hebben we ook moeten zeggen van we stoppen, want het zit helemaal vol. Maar toen was het ook een beetje beter weer dan vandaag. Ja, slecht weer is moeilijk voor oude auto's, hè? Ja, er zijn een aantal mensen zeker die open auto's hebben die het toch afhaken. En ik kan me daar wel wat bij voorstellen. En ook natuurlijk het publiek wat wil komen kijken. Dat zal niet zo voltallig zijn als andere jaren. Niettemin zijn toch veel auto's op weg gegaan vandaag voor een route van 80 kilometer? Ja, dus vanmorgen reden ze 80 kilometer door het Heuvelland. En vanmiddag een goede 40 kilometer door de omgeving. We proberen te bereiken dat er altijd een beetje beweging is hier. Dat er auto's af en aan komen rijden. Wat nu dus ook gebeurt. Dat de mensen zodoende wat te zien hebben. Alleen zouden ze daarbij op het terras moeten kunnen zitten. Een Citroën uit 1950. Hoe lang hebt u die? Ik heb deze auto 22 jaar of 23 jaar. En hij loopt nog steeds, dus we houden hem nog een tijdje. Is het uw enige auto of hebt u ook nog een eigen tijdsauto? Nee, ik heb nog een eigen tijdsauto en mijn vrouw heeft een auto, dus we komen niet stil te staan. Wat bracht u ertoe om deze auto te kopen? Nou, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal. Ik heb een vriend en die ging altijd in Duitsland met de IAC, de Oldtimer Club van Geleen, een rit rijden in Duitsland. En er werd een auto werd dan op een autotrailer gezet, of meerdere auto's. En zodoende is het gekomen dat die een auto mee hadden genomen. En dan kon ik daarmee mee rijden. Nou, die auto beviel me zo goed dat ik tegen mijn vrouw zei van, hier wil ik nog wel 100 kilometer in rijden. Nou, mijn vrouw heeft hem toen gekocht op die avond, niet ik. Ik heb een MGB uit 1978, een rubberbumper. Voorheen heb ik ook verschillende MG's gehad, dat waren allemaal ouder typen, maar ik wou ook even wat minder werk krijgen. En toen heb ik gezegd van, nou, ik koop een ietsjes modernere MG, bouwjaar 78. En u knutselt zelf aan die auto? Nou, ik laat veel knutselen. Nu is het een beetje een probleem, het regent flink, dus het is moeilijk rijden. Moeilijk rijden, het grootste probleem is dat die auto's op een gegeven moment gaan beslaan. Je bent continu bij een vegen en die kappen die op die auto's zijn, zijn niet waterdicht. Die zijn gewoon, als die eenmaal beginnen te lekken, beginnen die aan alle kanten te lekken. En op een gegeven moment zit je in zijn badje, hè. Raymond, je bent 13 jaar voorzitter van de Stichting Oldtimer Vrienden Limburg in Geleen. Heb je zelf ook een oldtimer? Ik heb zelf ook een oldtimer, ja. En welke? Een Cadillac van 1925. Die staat hier in de Raadhuisstraat. Nu krijgen de mensen allemaal een heel pakket mee. Wat zit in dat pakket? Wat erin zit is uiteraard een rellenbordje. En een hele hoop hebben dingetjes, weggevertjes. Uiteraard krijg je allemaal een lunchpakket. Ik krijg allemaal flesje water, consumptiebonnen. Nou, dit is een hele zak vol zoals je ziet. Dus, En wat is het inschrijfgeld? Per auto 17,50 en per passagier 7,50 euro. En daar komen jullie uit de kosten met allemaal dit soort giveaways? Nou, niet echt. Gezien het weer. Kijk, als we dadelijk 200 deelnemers hebben, dan wel. Maar het valt allemaal tegen natuurlijk, door de weersomstandigheden. Ja, dan moeten we dus
hopelijk dat we dus kostendekkend kunnen werken. Hopelijk. Volgend jaar zit je hier op mijn terras toe te kijken. Als het weer beter is, wel ja.